FM. Naast beauty ben ik ook dol op gadgets en ik vind het altijd leuk om te ontdekken wat er allemaal nieuw is en wat het allemaal kan. En ik dacht, weet je wat, ik ga eerst een video over gadgets maken. Volgens mij heb ik dat nog nooit echt op FEM gedaan. En ik dacht eerst van, nou, welke ga ik kiezen? Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga gewoon 3 gadgets laten zien waar ik op dit moment heel erg dol op ben. Het eerste ding wat ik aan jullie ga laten zien is deze. En dit is een draagbare Bluetooth speaker. Dit is de Bose Soundlink Mini. En deze kun je door middel van een Bluetooth verbinding aansluiten op je laptop, op je telefoon, op je iPad. Als het een Bluetooth verbinding heeft en er komt geluid uit, dan kun je het hierop aansluiten. En ik wilde heel graag iets hebben waarmee ik gewoon thuis muziek kon luisteren. Maar wat niet te veel ruimte in beslag nam en wat ik ook makkelijk op mijn telefoon kon aansluiten. Je hebt al van die docking stations en dan kan je zo hup je telefoon inzetten en dan komt het geluid uit speakers. Maar ik wil binnenkort een nieuwe telefoon en Apple wisselt nog wel eens met die aansluitingen. Ik dacht, nee, dat is niet handig. Nou, en toen was ik op de sportschool en toen liet iemand me dit ding zien. En ik hoorde het geluid en ik had zoiets van, wat? Komt er zulk goed geluid uit dit ding? En de batterij is bijna leeg, maar kan jullie denk ik nog wel even wat laten horen? Nou, ik mag natuurlijk niet zoveel muziek laten horen hier op YouTube, maar in elk geval, er komt goed geluid uit, zeker voor zo'n klein ding. Hij kan echt heel erg hard. Je kunt hem zelfs meenemen als je zou willen. Bijvoorbeeld ook als je, weet ik veel, met vrienden buiten een feestje hebt of wat dan ook. Of je hebt iets en daarbij wil je gewoon geluid hebben. Kan met dit ding ook super goed. Ik gebruik hem vooral thuis. Dat is waar ik hem wil hebben. Maar wat ik heel vaak hiermee doe, is dat ik hem in mijn slaapkamer zet. Dat ik s'avonds ben ik nog even op mijn laptop aan het werk. En dan zet ik gewoon lekker een jazzmuziekje aan. Nou, zet ik hem gewoon hup op mijn nachtkastje neer. En als ik weer in mijn werkkamer aan het werk ben, dan zet ik hem daar en ga ik daar muziek luisteren. Ik luister er podcasts op. Ideaal. Ik merk dat ik hierdoor veel meer muziek ben gaan luisteren. Hij is volgens mij 199 of 299 euro. Ik zal de exacte prijzen anders nog wel eventjes in de informatiebox zetten. Maar echt fantastisch ding. Een andere gadget waar ik in mijn vakantie heel veel plezier van heb gehad is deze. Dit is een e-reader van Kobo. De Kobo Glow om precies te zijn. En een e-reader is natuurlijk om boeken op te lezen. En wat het fijne van een e-reader is, is dat je niet een computerscherm hebt, maar zo'n e-ink scherm. Het is een beetje moeilijk te zien, maar het is eigenlijk een soort, ja, nou ja, digitale inkt noem ik het maar even. Ik lees overigens altijd liever digitale boeken dan dat ik papieren boeken lees. En ik deed dat eigenlijk altijd op mijn iPad. Maar ik zit eigenlijk al de hele dag tegen een computerscherm aan te kijken. En om dan ook nog een boek op een computerscherm te lezen, dat is niet zo heel fijn voor je ogen. En bovendien, als je wil gaan slapen, dan is zo'n scherm al niet ideaal. En toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, misschien moet ik toch maar eens een e-reader proberen. Toen heb ik dus deze gekocht van Kobo. En deze heet de Kobo Glow, omdat die ook nog licht heeft. Ja, het is nu vrij licht, dus dat kun je nu niet zien. Maar je kunt dus gewoon licht aanzetten. En als het dan donker is, dan kun je gewoon nog heel makkelijk lezen zonder dat je daar nog een extra lamp voor nodig hebt. Nou ja, er worden heel erg veel boeken in digitale versies uitgegeven. En het makkelijke hiervan is dat je hem echt helemaal vol kunt laden met boeken. En je hebt alleen maar dit dingetje bij je. Nou, wat ook nog heel erg makkelijk is dat deze bijna niet opgeladen hoeft te worden. Ik had deze mee op vakantie. Ik heb een week echt heel erg veel gelezen. En ik heb hem gewoon geen één keer op hoeven te laden. Super makkelijk. Zo'n ding verbruikt gewoon heel weinig energie. Het leest lekker. Het houdt lekker vast. En als je graag leest, maar niet graag met een boek wil slepen, is dit echt ideaal. Je hebt allerlei andere modellen van de Kobo e-readers. Die ken ik verder niet heel goed. Maar deze Kobo Glow vind ik zelf heel erg fijn. Volgens mij was deze 129 euro. Maar wederom, ik zal de exacte prijzen eronder nog eventjes bijzetten. Een laatste gadget die ik nog niet zo heel erg lang heb, dat is deze. En je zou denken van, oh, dat is een laptop. Nou, bijna. Het is niet een gewone laptop, maar het is een Chromebook. En een Chromebook is een vrij nieuw type laptop. Hij start nu even op. Nou ja, tadaa. Het is een vrij nieuw type laptop, wat eigenlijk helemaal draait om de browser Chrome, de browser van Google. En ik wilde iets hebben als alternatief voor mijn MacBook. Ik ben dol op mijn MacBook. Ik gebruik hem voor alles. Maar ik vind het vervelend om dat ding mee te slepen. Hij is duur. Hij is vrij zwaar. Ik wil gewoon niet dat er iets mee gebeurt. En toen dacht ik een beetje van, ja, ik wil graag voor colleges of als ik naar mijn ouders ga of als ik onderweg ben, wil ik een soort laptop waarmee ik eigenlijk alles kan doen wat ik onderweg wil doen. Ik wil bijvoorbeeld onderweg aan stukken kunnen werken. Ik wil kunnen bloggen. Dat soort dingetjes. Maar ik wil ook dat het gewoon redelijk
portable is. En toen kwam ik uiteindelijk dus bij zo'n Chromebook uit. Het voordeel van zo'n Chromebook is dat het super snel is. En dat komt doordat het eigenlijk alleen maar om een browser draait. En je verder geen achtergrondtoepassingen hebt draaien. En daardoor is hij gewoon super snel. Wat het wel is, is dat je er altijd voor online moet zijn. Voor de dingen waarvoor ik hem wil gebruiken, was dat geen probleem. Ik heb thuis altijd internet. Op de universiteit heb ik internet. Meestal heb je in de trein ook internet. En als ik geen internet heb, dan kan ik het signaal van mijn telefoon doorzetten. Waardoor ik alsnog internet heb. Voor mij was het dus geen probleem. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook geen applicaties op installeren. Alles wat je eigenlijk doet is online. Met allerlei web-based applicaties, zoals dat dan heet. Wat verder ook nog super handig aan dit ding is, is dat echt de batterij is fantastisch. Serieus, ik zat helemaal te kijken. Ik dacht, wat? Ik heb hierop zitten surfen. Ik heb video's gekeken via Netflix. Nou, dat kost normaal echt super veel batterij. Zeker als ik het op mijn MacBook doe. En ik heb gewoon van alles gedaan. En toen ging de batterij echt iets van 9 uur mee of zo. Nou, serieus, met dat soort dingen, als ik dat op mijn MacBook zou doen, zou hij dat echt niet zo lang trekken. Dus dat vond ik ook wel echt goed. Ik heb er eentje van Toshiba. Maar je hebt ze van allerlei merken. En volgens mij, ze zijn allemaal wel redelijk hetzelfde. Ze hebben meestal vergelijkbare specificaties. Ze zijn ongeveer even duur. Deze was €300. Dat is niet super goedkoop. Maar ja, in verhouding met andere laptops is het nog best goed te doen. Een Chromebook zal echt niet voor iedereen geschikt zijn. Juist omdat je dus niet andere applicaties erop kunt installeren. Het is geen gewone laptop. Maar stel je bent student of je hebt een computer thuis, een vaste computer, en je wilt toch een laptop hebben voor onderweg of voor je studie of misschien voor je werk, dan is het denk ik echt wel een goede optie. Ik wil gewoon heel graag een alternatief voor mijn MacBook. Ik wilde iets waarmee ik meer zou kunnen dan ik met mijn iPad kon. En daardoor kwam ik uiteindelijk bij deze terecht. En ik ben er heel erg blij mee. Bovendien merk ik dat ik met dit ding minder snel afgeleid word. Op mijn MacBook heb ik altijd allerlei applicaties openstaan. Ben ik gewoon van alles aan het doen. En dan denk ik eens, oh ja dat. En dan ben ik eigenlijk heel niet productief bezig. En met deze heb ik daar veel minder last van. Dus bij colleges is dat ook altijd wel prettig. Dan kan ik gewoon net even wat beter opletten. Ja, voor mij is het een handig ding. Nogmaals, niet voor iedereen. Maar het is wel een gadget waar ik op dit moment heel erg blij mee ben. Als jullie het leuk zouden vinden om wat meer gadget video's te zien, laat het weten bij de comments. Want ik heb nog wel wat ideetjes voor verschillende video's. Ik ben echt, een gadget freak. Ik hou altijd alle nieuwe releases in de gaten. En ik kan echt niet wachten totdat er nieuwe smartwatches uitkomen. De nieuwe iPhone. Oh, ik kan er echt van smullen. Dus hopelijk vinden jullie dat leuk. Laat het weten bij de comments. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op Fem. En tot de volgende keer. Doei! Wat voor tips moet jullie geven voor lang en gezond haar? Vroeger had ik heel erg dun haar. Ik had heel erg vaak laagjes. Ik